Goedemorgen. Ah, goedemorgen Geert. Mag ik binnenkomen? Tuurlijk, kom binnen. Kop koffie. Oh, lekker. Geert, waar zijn we nu? Je bent hier in het hol van de loos, zal ik maar zeggen. Hier gebeurt het. Hier zitten de mensen van de marketing, hier zitten analisten. We hebben natuurlijk ook heel veel analisten over de hele wereld zitten. Zo, nu kunnen we echt beginnen. Geert, welk aandeel is hot deze week? Nou, hot, de oliewaarden zijn op dit moment heel erg hot. Fugro, maar ook oliegerelateerde aandelen, Brunel. Ja, is dat dan ook het pareltje onder de aandelen? Nou ja, een pareltje, dat is een criterium voor echt kansrijk. Maar het is wel een aandeel wat zomaar een parel zou kunnen worden. En dat is hetgeen waar wij voortdurend mee bezig zijn. Nou, hier komt dus de research allemaal binnen van allemaal analisten die zeg maar over de wereld voor mij werken en adviseurs die ik inhuur. Dan komt die allemaal binnen, dat wordt verzameld, dat wordt op een rijtje gezet en dat wordt getoetst. Ja, want er zitten hier twee mensen, maar wie zijn dat dan? Nou, zij houden dus alles in de gaten, ook qua nieuws en heel mikmak. Dus als er nou een president neergeschoten wordt, dan krijg ik onmiddellijk een WhatsApp of word ik gestort. Geert, er is iets gebeurd. Of de dollar maakt een enorme beweging. Ja, dan wordt er gelijk gezegd van dit of dat. En dan zeg ik, bop, dat moet je doen, zus. En dan komt er een stuk. Dat flessen we onmiddellijk naar onze leden toe. Want die willen de hele dag natuurlijk op de hoogte gehouden worden van de dingen die er gebeuren. Geert, welke markten zijn deze week eigenlijk interessant? Ik blijf de oliemarkt verschrikkelijk boeiend vinden. Als je nu ziet dat die olie boven de $50 is gestegen, lijkt het dat we opveren met die oliemarkt. Maar ja, daarentegen de verliet dat de dollar zelf is gewoon 15-20% gedaald. En daar zet je zelf ook je geld op in, Geert? Put your money where your mouth is, hè? Natuurlijk. Als de oliemarkt interessant is voor jullie, dan is hij zeker interessant voor mij. En welke markt moeten wij met rust laten deze week? Ik ben heel erg bang voor de obligatiemarkt. Mensen die kiezen obligaties vaak als veilige haven. Ik zou graag zeggen als heilige huisjes. Maar als die rente ooit een keer gaat stijgen en die dag komt, dan kunnen die obligaties heel diep dalen. Nou, ik wil je eigenlijk een aantal dilemma's voorleggen, Geert. Oké. Okay. Wie zijn beter namelijk in beleggen, mannen of vrouwen? Nou, statistisch gesproken mannen, want er zijn meer mannen die beleggen. Maar ik vind vrouwen toch altijd heel erg slim en fundamenteel. En ik heb toch echt heel veel vrouwen, die ken ik, die heel goed beleggen. De benadering van vrouwen is in ieder geval veiliger en fundamenteel. Mannen willen nog wel eens een keer het haantje zijn en wat risico nemen. Dat zal je vrouwen niet snel zien doen. Groots beleggen of risico's beperken? Je moet altijd risico mijden denken. Je hebt een potje met geld en dat potje met geld ga je dus gewoon spreiden. He, dus dat verdeel je dus over verschillende sectoren en je gaat niet je geld op één paard doen. Ik zal dat nooit aanraden. Beleggen is gewoon een vak. Je had het net over presidenten en over nieuws. Je houdt, neem ik aan, altijd rekening met het nieuws qua investeringen. Het nieuws bepaalt de koers. Dat moet je goed beseffen. Als er een kabinet is of een nieuwe president of weet ik veel wat, het nieuws bepaalt de koers. De koers bepaalt niet het nieuws, dat kan niet namelijk. Oké, okay, maar Donald Trump die komt regelmatig in het nieuws met verschillende uitingen op Twitter en zo. Zorgde hij nog voor aardverschuivingen? Ja, dat heeft hij natuurlijk wel gedaan vlak na zijn verkiezingen. Want iedereen had hele hoge verwachtingen. En die markt die steeg en die steeg en die steeg. En ik moet zeggen, daar heb ik me ook in vergist. Ik dacht toen Trump die verkiezingen won, ik moet eigenlijk tegenovergesteld denken en een beetje afscheid nemen. Nou, daardoor heb ik wel een klein stukje van de trein gemist. Je noemde zo net al even Fugro, omdat de olieprijzen nog steeds stijgen. Is dat dan een investering die je de mensen aanraadt? Ja, wij zijn al lange tijd koper in het aandeel Fugro. En ik moet zeggen, de koers is op dit moment €12. Dus we moeten mensen even kijken. We hebben ook op €10 gestaan. Dus het is wel een lange en pijnlijke rit. Maar als we kijken naar het aantal booreilanden wat in gebruik genomen wordt, dan is dat heel positief. Elke week worden er meer booreilanden zeg maar over de wereld in gebruik genomen. Als we kijken naar schaliegas, dan blijkt dat ze beperkingen toch ook te hebben. He, want elk jaar moeten ze zeg maar een nieuw gat boren om nieuw schaliegas te creëren. En dat neemt toch ook kosten met zich mee. Die kunnen onder die $50 per barrel eigenlijk ook niet meer produceren. Nou, dankjewel weer Geert voor alle tips van deze week. Ik ben blij je volgende week weer te zien, want ik wil nog veel meer leren. Nou, dan ga ik weer op zoek naar parels en dan tot volgende week. Tot ziens!